door het deel heen. Goed laag, later mee. Begin nog even op A. Dus wees er even op verdacht. Het is een beetje allemaal te... Ja, klein stukje op C even, alsjeblieft. Ja. Nee, heb ik gevraagd op een gegeven moment. Het is dus altijd hetzelfde. Da-da-da-da. Altijd een accent. Alle andere keren staat hij erop. Goed. Vier maten voor C, alsjeblieft. Stil als je daar gewoon naar luistert. Ja, het is te vet. Voor C zijn allemaal achtste's voor jullie. Ta ta ti ta ti ta ti ta ti. Twee, allemaal achtste's. Vier voor C alsjeblieft. Ja, dan nog een keer. Vier voor C. En. Niet te langzaam. Doe even op piano. Dus een paar maten terug, piano graag. Strijkers. 1. Als het echt is en die sukkelen erachteraan. Dus kom mee. 3 voor D graag. 3 voor D. Maar niet te hoekig. Ik hoor het ook. Ik hoor het hier helemaal. Nog een keer graag. 3 voor D. Dat gebeurt te vaak in dit thema. Ook bij de eerste viool hebben ze niet vibreren op de eerste kwart. Dus ik denk i-da-da-da-da. I-da-da-da. Je moet het i-da-da-da. Vibreer altijd op die eerste kwart. Dat het altijd dolce cantabile is. Nog één keer graag. Zelfde plaats. 3 voor D. Zijn de dynamische verschillen niet groot genoeg. We komen eigenlijk nooit onder een zacht mezzoforte. En als er dus een maat pianissimo is, dan is hij ja, zacht mezzoforte. En we moeten meer terug. Dus 150, 1, 2, 3, 54 in de strijkers, waar dat subito pianissimo, dat komt niet echt uit de verf. Meer vlakke dynamiek.
Oké, doe dat zeer serieus. 7 voor F. Ja, daar krijg ik jullie niet vooruit. Daar komen sommigen wel mee, maar anderen niet. Ik wil op F een beetje poco agitato tempo bereiken. Dat moet gebeuren in de 7 maten voor F. Dus een klein beetje door, zonder dat het echt jachtig is. Kunnen we dat even doen? 7 maten voor F. We komen vrij rustig aan nog. En... zacht spelen, goed contact met de snaren en niet ja, da, dit, da, di, di, da, di, di, da, di, da. Altijd een beetje meer toon houden. Isaac, daar hebben we een paar een licht intonatieprobleem. Even Isaac graag. Gewoon door. Het komt altijd het rafelig. Nog een keer graag. Dat de bovenste top iets meer zanger. Doe even het laatste akkoord. Zeer zacht. En... Kunnen we in Nico's strijkorkest, dit is na Nico 4, 5, 6, 7, 8, in die plekken waar we een paar maten van ta-da, di-da-da, en dan gaan we legato door, wat meer marcato op de ti-d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 i in het crescendo. Maak het niet te rond, want ze vervagen zoveel dat we missen daar dan. Ja, even bij O alsjeblieft. O, moeten we ook nog even doen. Altijd mooi rond. Grote warmte. Oh, alsjeblieft. Ja. Oké.
Ja, dan moeten we even dat stukje bij R doen. R, alsjeblieft. Derde maat in R. Waar? Ja, waarom? Ja, waarom? Daar was niets mis mee. We hebben veel ergere plekken, hoor. Ja, echt. Ja, geloof me, ik heb er heel nauwkeurig naar geluisterd. Ik heb het allemaal precies opgeschreven. Dit, wat nu komt, is een gigantisch probleem. Even, en we hebben maar een paar minuten. R graag. Derde maat. Ja, op Victor, alleen een vraag. Celli en daarna vooral de eerste violen in die hoge register. Zeer veel vibrato op de eerste noot. Dat klinkt erg schraal vaak. Even een klein stukje doen. Dan laat het altijd zingen. Victor, graag. Klein stukje. En... pianissimo, met een heel klein beetje klank, niet te sterk. Dan springt het er plotseling uit. Nog een keer graag. Tweede violen voor X, een paar maten. Kunnen jullie, als je aangeland bij de kwarten, je komt hier, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, die iets breder maken. Het is een beetje, terwijl ti, ta, ti, ta, ti, ti. En dan vooral die laatste, dat was erg mooi. Ja. Ja, dan even dat stukje bij 710, alsjeblieft. 710. Een paar maten voor I. Ik denk dat we wat crescendo moeten.
En dan gaan we door. Ei graag. Dat is fijn. Ja. Wenn etwas fehlt, ist es zu tief. Wenn es nicht gut ist, ist es immer zu tief. Das muss immer ein bisschen heller. Ja. Tweede deel C, alsjeblieft. C, alsjeblieft. Andere, vooral de F moet iets sterker zijn van de tweede klarinet. Ja, D graag. Altijd als je grond bent, ietsje meer. En. Nog immer een beetje. Is dat ik niet te veel langzaam word. Niet te langzaam word voor E. Dus een beetje eerder een beetje naar het andante toe. Dus kom met me mee. Goed. G. Ja, daar is één vraag even. Hoeven we niet te doen. In de houtblazers
Hou me in de gaten op de achtstes. Jullie komen erg voor, dat loopt een beetje weg. Ja, het haat. Zij spelen syncope, zij hebben de melodie, maar dat is allemaal zeer legato, moeilijk te horen. Voor jullie, daar zit het eigenlijk, het hand, dat je daarmee mee samen blijft. Goed. Ja, 4 voor H. Moeten we even doen, dat akkoord. Veel te hoog, hè? Ja. En ik wil ook meer strijkers horen daar. 4 voor H, graag. Al te niet te aarzelend, wees maar iets meer gedecideerd op die inzet. Vijfde in 170. Ik heb voor jullie B, Gies, Dies, Gies, A, D. Ik hoop wel dat het goed is, hoor. Ja. Ja. F, E, A. Onder. En D, D, C. Ja, er zit een D in de fluit ook. Het zijn allemaal... Een C, gewoon een C. Zij hebben allemaal C's, ja. Ja, even graag 2 voor 100, dat is voor Isaac. 1, 2, 3, 4, 5 voor Isaac. Dat houdt elkaar. Graag. En... intensief. Het is een beetje jam bam bim bam. Moeten elkaar even in de gaten houden. En. Alsjeblieft. 210. Even die overgang naar de volgende. 210. Kunnen ze wat langer dan gisteren? Heeft hij net die inzet? Dan net je eerste noot. Maar even de eerste noot, tweede klarinet. Langzamer graag. Zelfs intonatie klinkt beter weer. Thank you.
Hij is wat laat, maar het is met ja, pam, 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 pam. Dus niet te vroeg met die 16e komen. Gewoon wat meer in de tel laten vallen. Ti, da, da, pom, pom. Ja, geef het wat meer ruimte daar. Ja, dan is er nog één plek. Dat is de aansluiting tussen tweede viole alte en celli op Marie. Heel erg vreemd. Doe één maat voor Marie graag met opmaat. Zij spelen op de eerste, tweede... Pam, 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 pam. Dan moeten jullie er zijn. Als een gleuf in de straat zat. Ja, één voor die met opmaat graag. En... Zij nemen dat precies over. Op Marie graag. Maar dan is op het haat. Er was gisteren zo'n raar tempo. Dan kom ik op de tweede maat van Marie niet meer weg. Nog een keer. Dus ga er niet aan hangen aan die achtes. Doe nog één keer gaan. Marie. In het trio. Ja, acht voor D in het trio. Wordt de fluit te snel. Du bist zu früh langzaam. Ja, da, da, di, da, 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 di, da, 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 di, da, di, da. Mag er weer eenmaal. Doe even vanaf maat 69 alsjeblieft. 69. In het trio. Acht maten voor Dirk. Ja. In het trio. Ja. Tadadidadi. Tididadi. Ja. 1, 2, 3. Nog één keer graag. 1 en 2 minuten eerder gaat zitten, wil je nog één keer tussen D en E kijken. Daar zitten niet vreselijk veel, maar zeer duidelijke kleine ongelukjes van iemand die net, en dat is dan met veel overtuiging wordt het gespeeld en dat klinkt dan ja, verkeerd, hè? Dus kijk daar even naar. F alsjeblieft. Ja, de inzet bij F blazers alsjeblieft. We doen even 1, 2, laatste deel. Sorry. D was ook het laatste deel. Ja. Bruckner, derde symfonie. Voor F. 1, 2, 3, 4, 5 maten graag in het langzame deel. In het laatste deel, sorry. Ja. Daar gaan we. Ja, 33. Ja. Oké. 5 voor F graag. 5 voor F. 1 en... Ja, dat is het laatste.
laatste deel. 1, 2, 3. Dat moet pianissimo, het is een zachter inzet naar daarvoor. Hij is verschrikkelijk vals. Bouw het even op vandaar vanuit de tweede klarinet, graag de des. Eerste klarinet. Tweede fluit. Dat is het eerste stukje. Het wordt beter, maar het is nog niet echt. Kunnen we het niet te bonkerig maken? Het is een beetje. Bam. Dat we gaan verdoorlopen. Oké. Begin alsjeblieft. Pure kracht. Moet zitten in hersens, toch? Echt. 3. Van de tweede trombone hoor ik boven alles uit. Het moet deel zijn van pa pa pa. Ja.
Nog een keer graag. 3, 4.